Center. En wat gaat er nu gebeuren? Mijn auto, daar gaat de wrap vanaf. Hij wordt opnieuw gespoten en hij wordt deze garage, maakt hem weer helemaal als nieuw. En er is nogal wat. Mijn velgen worden helemaal weer nieuw gemaakt. Hij wordt weer mooi wit, alle schade. Die duizenden mensen die erin gereden hebben, die wordt weer hersteld. En deze garage is echt heel erg handig, want het is een onafhankelijke Tesla garage in Rotterdam. Zoals u het ziet, meneer Vincent. We zijn druk mee bezig. Voorbumper is eraf. Kleine schaaltjes eraf. Wachten we nog steeds op die extra laag verlengde spoilers die je besteld aan nu zal langsbrengen, want die hiermee kunnen we het afmaken straks. Dat is die achterbumper die wij eromheen moesten werken om dat weer zonder los te maken. Het enige wat het buiten, dat is die achterscherm. Het enige wat nog buiten onze oorspronkelijke offerte is gekomen vanuit de stickers. Een stukje van dat deur. Waar ik ook nog een foto wilde sturen, een filmpje om toestemming voor te vragen. En hij had een behoorlijke schade aan de motorkap voor hem. Die is wel netjes hersteld, zoals u het hier ziet. En die was naar binnen. Je kunt nog. Dat is een beetje de stad te doen nu. Zo, de mensen van Metropool hebben zichzelf weer oud dan. Het ziet er weer geweldig uit. Moet je zien met een auto. Hij is weer helemaal perfect ongestickerd, alle schade weg. En moet je eens even kijken hoe mooi die velgen nu weer zijn, als nieuw. En ja, mensen die dit hebben gezien, de oude versie, die was echt gewoon een teringzooi. Ik heb nog wat kleine dingen. Deze schade is heel duur om te herstellen. Een klein beetje van de deur die daaronder is. En als je dus mensen hebt die ontstickert, deze. Dit was een probleem met ontstikkering. Door de hitte is de chroom gaan bladeren. En daardoor, ik krijg een nieuwe van hun. Op hun kosten, €250, een stukje chroom. Maar nou moet ik alleen met die andere ontstikkering nog iets te doen. Maar in ieder geval, hij zat vol met butsen. Er hebben bij al 1000 mensen in deze auto gereden. En ze zijn er ook anderhalve week mee bezig geweest. Als ik dit bij Tesla had moeten doen, dan of bij een goedgekeurde partij. Hier rekenen ze de helft voor het arbeidsloon. Maar hij ziet er echt weer helemaal mooi perfect uit. Nu moet ik alleen nadenken over wat wil ik nou met deze auto? Wat voor een wrap wil ik weer hebben? Want eigenlijk graag gewoon een hele kale witte auto. Dat is niks voor mij. Maar in ieder geval, heb je schade of heb je reparaties aan een Tesla, dan zou ik dit van harte aanbevelen. En dat zeg ik niet omdat ik ervoor betaald word, maar gewoon omdat ze echt me ontzettend goed hebben geholpen. Metropool Electric Car in Rotterdam.